juffrouw, wat bent u vreselijk laat? Ik ben versleten. Ik ben achterna gezeten door een vreemde vent. Oh, mm-hmm. Maar waarom bent u dan zo laat? Hij liep zo langzaam. Oh, wat? Ik heb groot nieuws. Oh, vertel gauw, vertel. Wat hebt u voor nieuws? Ik ben vandaag gevraagd. U bent gevraagd? Voor de Playboy. Mooi. Om in uw blootje te poseren? Ja, nee, om hem te bezorgen. Oh. Ik dacht al, een Playboy is een mooie man. Ik heb vorige week op televisie ook zo'n mooie man gezien. Oh. Uit het Verre Oosten. Een sultan. Een sultan? Nee, een sultan. Oh, sultan. Die had een harem met wel 50 vrouwen. 50 vrouwen? Ja, het zou niks voor mij zijn. Ik mag er niet aan denken dat ik zo lang op mijn beur moet wachten. Oh, nee. Ja, u bent al jarenlang gelukkig getrouwd. Ja, hoe is het eigenlijk met uw man? Prima, prima. We hebben ruzie. Het gaat goed. Ach, bent u niet meer on speaking terms? Nou, dat nog wel, maar we praten niet meer met elkaar. Hè. Wat was dat? Die hond van die schapen er weer. Vreselijk. Ik schrok er heel erg van. Ja, oh, dan zou je goed in de kudde passen, hè? Ik schrok van de week ook zo van mijn nichtje. Ja, wat ziet ze eruit, hè? Nee, dat is een lieverd. Die ziet er prachtig uit. Maar ik schrok omdat ze zo boos was. Boos. Ze zei, tante, ik ben zo verschrikkelijk kwaad. Ik zeg, kind, rustig aan nou tante? Even. Ja, zei ze tante? Ja, natuurlijk. Oh, had je die jurk weer aan? Nee, gewoon omdat het mijn nichtje is. Ze zegt, tante, ik ben zo boos. Ik zeg, kind, rustig aan. Wat is er aan de hand? Toen zegt ze, nou, mijn kleine Evelientje. Ach, Evelientje, vind ik dat zo'n leuk kind, hè? Met die blonde krulletjes schaartje, en die dansende kamer. Oh, dat is zo'n lief kind. Ze zegt, mijn kleine Evelientje van 7, die krijgt nu op school, want ze zit natuurlijk al een hele tijd op school, die krijgt nu op school... Mevrouw, wat hebt u? Is die alweer 7? Ja, die is wat al gezien. Wat gaat dat snel bij die kinderen? Dat gaat het hard, hè? Oh, gisteravond was er nog 6. Ze zegt, mijn kleine Evelientje van 7, die krijgt nu op school al seksuele voorlichting. Ja. Ik schrik ervan. Nee, daar moet u helemaal niet van schrikken, dat is juist goed. Daar kunnen ze niet vroeg genoeg mee beginnen. Nou. Wat mij betreft al op de kleuterschool. Nou, op de kleuterschool is wel. Het hangt er maar vanaf hoe je het die kinderen vertelt. Ja, dat is wel zo, maar goed. Ik vertelde mijn kinderen altijd van de bloemetjes en zo. Oh ja, maar goed, wie interesseert dat? Ik ga lekker naar binnen. Is misschien best eens leuk voor u ook om te horen. Nou, dan zei ik, kijk, je hebt hier een bloembedje met een mannetjesbloem en daar een bloembedje met een vrouwtjesbloem. Hoe denken jullie dat het contact tussen die twee tot stand komt? Bidden tegen elkaar en hoppa. Nee! Ik heb nog meer te doen. Dat gaat toch via bestuiving? Oh, natuurlijk. Via bestuiving? En we kennen 4 variaties. Oh, hou ze lekker voor jezelf. Ik vertel het u. Kunt er nog wat van gebruiken voor uw kleinkinderen. Variatie nummer 1. Mag ik het geluid nog een keer horen, meneer Schelper? Het was toch de wind? Eerlijk? Onherkenbaar. Perfecte imitatie. Oh. De wind brengt namelijk het stuifmeel over naar de bloemen. Mm-hmm. Elke bloem heeft een... Een wijsvinger. Een stampertje. Oh, een stampertje. Ja. En wat doet hij met dat stampertje? Ja, zeg aan mij een beetje gek te maken, kom. Daar vangt hij het stuifmeel mee op dat de wind aanbrengt. Ja. Variatie nummer 2. Zijn handig, die stampertjes. Ja, natuurlijk. Ja. Variatie nummer 2. Bzz, insecten. Oh, insecten? Vlogen ze zeker stopcontact binnen. Die brengen het stuifmeel over van bloem tot bloem via hun buikje. Oh, daar is Catharine Keil ook zo goed in. Nou! Oh, die verzet bergen. Staat dat nou op? Variatie nummer 3, met de hand. Dat doet de tuinman. Viezer, ik hou je altijd. Ik ga eens naar binnen toe, ik heb nog een hoop te die doen. Die brengt het stuifmeel over met een borsteltje op het stam. Ja, nou, ik wil niet weten hoe die doet. En variatie nummer 4 vind ik zelf de mooiste. De zelfbestuiving. Er zijn bloemen die hebben zowel mannelijke als vrouwelijke delen. O ja? Oh, wat handig, dan hoef je de deur niet meer uit. Nou,
U maakt er altijd wat geks nou, van. Nou, het is ook een gek verhaal. Nee, dat is een mooi verhaal. Trouwens, over gekke verhalen gesproken. Ik heb van de week zo gek gedroomd, hè. Oh ja? Oh, ja. Vertel even. Ik droomde dat ik op zaterdagmiddag... Ja, moet je nagaan. Dat ik op zaterdagmiddag spiernaakt door een supermarkt liep... met alleen een brandende sigaret in mijn mond. Nou, u weer. Wat zullen de mensen gek naar u gekeken hebben? Ja, natuurlijk, want je mocht helemaal niet roken in die supermarkt. Mevrouw, je mag toch nooit roken in een supermarkt? Nee, maar dat kwam omdat ze er ook sigaretten verkocht. Ik denk, nou, wat je verkoopt, kan je ook gelijk gebruik van maken. Wat is dat nou toch voor een onzin? Kijk eens, de dingen die je daar koopt, daar maak je elders gebruik van thuis. Ja, natuurlijk. Waar je ook naartoe moet. Daar heb je ook gelijk in. Stel voor dat je alles wat je daar kan kopen ook graag gebruikt. Zie je het al? Tenslotte verkopen ze ook condooms. Wat is het toch met die tas? Ja, het is een beetje een preutse tas. Ik heb een cadeau gekregen bij een proefabonnement op de EO-gids, dus je kan maar nagaan. Wat hebben die condooms? Wat hebben die dingen nou met sigaretten te maken? Nou, dat zal ik u vertellen. Het was van de zomer was zo mooi weer, nou, hè? Dat is waar. We hebben veel mooi weer. En toen ben ik even een dagje naar Zandvoort geweest met mijn zus Greet, weet je wel. Greet van Pak en Beet. Nou, en of. En haar man Harry. Oh, Harry de man. Harry, nee, haar man ja, Harry was er ook bij. Ja, dat is en dan zijn we even op het strand gaan zitten. En Harry gaat even het water in. En komt even later het water weer uit. Kan gebeuren. En komt naast ons zitten en haalt ineens uit zijn natte zwembroek een sigaret. En die steekt die zo op. Hier klopt iets niet in het verhaal. Wat dan? Nou, die sigaret moet toch kletsnat geweest zijn? Ja, ook, ja, natuurlijk. Ja, dat zeg ik ook. Ik zeg tegen Harry, hoe doe je dat? Zet die nou heel eenvoudig, voordat ik het water inga, stop ik een paar sigaretten in een condoompje. Gek, was er al bang voor. Van die tas. Oh, die deed hij in dat ding? In dat ding. De knoop is goed dicht, stop ik tussen mijn zwembroek. Oh, als ik dan het water inga en ik kom ergens anders het water weer uit, zijn mijn sigaretten nog kurkdroog. Wat handig van dus die ik denk, nou, dat is een goed idee voor mijn man voor ook. Voor uw hè. Man. Dus ik ga de volgende dag even naar de drogist. Ik zeg... Ik zeg gewoon drooggist. Nou, dat begrijp ik ook niet. Dat is niks dubbelzinnigs aan. Dan hebben ze er ook zeepoeier en watjes. Nou, natuurlijk. Zeker watjes. Dus ik zeg tegen die man, ik zeg, mag ik een pakje condoompjes? Goeie greep hoor, buurvrouw. Zet die drooggist, wat voor kwaliteit wil u hebben? Zelfsprekend. Ik zeg, nou, ze moeten wel tegen zout water kunnen, zeg ik. Zet die, hoezo? Ben u met een zeeman getrouwd? Ik zeg, nee hoor, het is alleen maar om te zorgen dat de peuk van mijn man niet nat wordt. Nou.